Er zijn van die beroepen waar je nou niet 1, 2, 3 aan denkt als de docent aan je vraagt wat wil je laten worden. Sommige mensen hebben een werkplek tot wel 300 meter onder water. Hoe dan? Koen van DCN Diving gaat me daar alles op vertellen. Dus ik ben benieuwd. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Anouk, aangenaam. Ja. Wat een schip, zeg, wat vet. Ja. Zeg dat wel. Hey, wat doen jullie hier precies? Ja, dit is de Norman Mermaid. We zijn hier momenteel bezig met de mobilisatie van het opkomend project. En wat we eigenlijk met de mobilisatie doen is dus de juiste spullen en de juiste mensen aan boord krijgen voordat we kunnen gaan vertrekken. Nou ja, dat duurt dus wel een paar dagen. We zijn nu de tweede dag mee bezig en naar verwachting kunnen we morgen eindelijk vertrekken naar de Noordzee. Spannend. Ja. Nou, ik ben nog nooit op zo'n schip geweest, dus ik kan niet wachten om alles te zien. Nou, ga alvast maar boord en nemen we een kijkje. Top! Jullie werk zit gewoon soms honderden meters onder water. Wat doen jullie daar precies? Nou, eigenlijk doen we onder water eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Zowel inspecties, onderhoud. Onderhoud kan zijn lassen, we kunnen branden, we kunnen pijpleidingen installeren. Het kan van alles zijn. Dat komt voornamelijk voor de energiesector, zowel olie en gas, maar tegenwoordig ook de renewables heet dat, de windmolenparken. En ja, daar is gewoon heel veel onderhoud. En is deze boot dan speciaal ontworpen voor al deze werkzaamheden? Jazeker. Dit is een DSV, de Norman Mermaid. DSV staat voor Dive Support Vessel. Dat zullen we straks hier beneden ook nog wel zien. Deze boot biedt ondersteuning aan allerlei duikactiviteiten en is eigenlijk daarvoor geoptimaliseerd. Maar dat gaan we later doen. Laten we eerst een kijkje nemen bij de brug. Leuk. Ja. Dit is dus de bridge, zoals we het noemen. Hier wordt eigenlijk de controle van het hele schip gedaan. Zoals je hier kunt zien, zitten hier hebben we plek voor de kapitein. Ja, ik moet het toch even vragen, maar mag ik daar even zitten? Als je snel bent. Ja, oké. Nou, zoals je eigenlijk hier op de schermen kunt zien, wordt eigenlijk voor de kapitein wordt het simpel gemaakt om gewoon via schermen zichzelf te kunnen oriënteren en aan de hand daarvan de positie van het schip te bepalen. Ja, met 4 schermen. Ja, dat zijn niet de enigste schermen die we hebben. Het hele schip staat vol met schermen. Zoals je hier achter ook nog kunt zien, hebben we nog veel meer control room. Jeetje, ja joh. Dus hij is zeker niet de enige die op een scherm bezig is. Nou, het is wel goed voor elkaar. Die stoel zit hartstikke lekker. Ja. Dit is dus het werkdek van ons. Ja. We kunnen eigenlijk alle dijkwerkzaamheden plaatsen. Nou, we gaan hier ook een aantal mensen zoeken die misschien nog iets meer over de technische zaken van het vakgebied kunnen vertellen. Top, ik ben benieuwd. Ja. Dennis, jou heb ik nodig. Ik ben vandaag gewoon alles te weten gekomen wat hier bovenop het schip gebeurt. Maar jij hebt er dus voor gekozen om je werkplaats onder in het water te doen. Klopt. Wat doe jij precies onder water? 1/5 van ons werk is, laat maar zeggen, onder water. Hè? Want zo lang kunnen we niet onder water. En, in principe, wat doen wij onder water is constructiewerk. Dan moet je zien dat je pijpleidingen aan elkaar, uit elkaar meubelt. Op platforms werken we. Het wat je net al aanhaalde, branden, lassen, doen we eigenlijk allerlei soorten werkzaamheden onder water. Hey, en is er wel eens een keer wat spannends gebeurd of zo? Ik bedoel, het lijkt me ook heel erg eng om onder water te werken. Eng. Ja, soms heb je nul zicht, dus dan is het alleen maar puur op de tast. Dat is het enige wat ik eigenlijk aan kan halen als het wat misschien een beetje eng is. En ja, ik heb daar zelf niet zo heel veel moeite mee. Dan zou je echt wel claustrofobisch moeten wezen. Maar... Ja. Ja, ik vind eigenlijk niks echt eng aan mijn werk. Ik vind het leuk om in het binnenwater te werken, buitenwater. Dieptes maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus... Dus gewoon, Niks houdt jou tegen. Hier op de Noordzee is het eigenlijk super mooi, want je hebt gewoon bijna 10 meter zicht, weet je wel. Dus je kan nog een beetje om je heen kijken af en toe. Ja, dat is mooi. Maar dus, wat je net zei, je hebt dus geen enkel zicht, maar dan ben je dus bijvoorbeeld de leidingen dus wel weer aan elkaar aan het landen. Hoe dan? Ja, puur op het gevoel. We hadden het net over veiligheid en dan is dit wel eigenlijk een van de belangrijkste dingen in ons vak. En dat is een decompressietank. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd. Want wat gebeurt er dan onder water dat jullie dit nodig hebben? Je krijgt ophoging van stikstof in je lichaam. En dat moet er weer uit, dus dat gebeurt dan in de tank.
Dit is dus onze duikhelm. Dat is een Kirby Morgan. Lekker opvallend. Nou, dat zit een aantal, ik denk dat zeker is, ja. Er zit een aantal knoppen op. Hier komt je zuurstof naar binnen. Licht, camera. En dit is hetgene waar je zelf doorheen kijkt dan. Ja, nou, ik zie het al in je gezicht, maar volgens mij ga ik hem even iets passen. Gaan we hem even opzetten. Ja, ik wil het een keer ervaren. Jee, wat is het zwaar! Ik durf er niet op mijn hoofd heen. Ja, komt ie. Oh my god! Ja, nou, zo, daar kijk je dan dus op. Jeetje! Krijgen jullie ook training om je nekspieren te trainen? Ja, onder water ben je een beetje neutraal, dus in principe valt het gewicht dan mee. Okay, nou, we zijn hier op het laatste deel aangekomen van onze tour. Dit is het helidek. Het helidek wordt voor een aantal dingen gebruikt. Indien dat mensen te lang op zee zitten, kan het zijn dat de ploeg moet worden verwisseld. Nou, dat kan dus gebeuren door middel van de helikopter die dus hierheen komt om nieuwe mensen te brengen en oude mensen mee terug te nemen. Ja. Daarnaast kan het in het geval van een incident ook zo zijn dat er een helikopter hier naartoe komt om mensen eraf te halen. Maar dat hebben we gelukkig nog nooit gehad. Gelukkig maar. Hey, stel Koen, ik wil hier werken. Wat voor certificaten moet ik dan behalen? Nou ja, je hebt voor als duiker zijn er verschillende certificaten nodig om bij ons onder water te mogen duiken. Maar naast dat we alleen duikers hier aan boord hebben, hebben we ook verschillende andere beroepen, zoals technicians en engineers, die allemaal in het teken staan om de duikploeg te ondersteunen. Ik begrijp het. Nou, Koen, ik wil je bedanken. Ik vond het echt een super gave tour. En ik wens jullie heel veel succes op zee. Dankjewel. Zo, dit was een enerverende behind the scenes. Heb je nou ook toffe plekken waar ik zeker een keer een kijkje moet nemen? Drop het in de comments en ik ga even bijdenken. Ciao!